joh. Nou, dankjewel, hè. Op naar de sterren. Goed gedaan, op naar de volgende chef. In Schinnen regent het felicitaties aan het adres van chef-kok Charl Thoma. Zijn restaurant aan de Chute Eind is vanwege de duurzame werkwijze bekroond met een groene Michelinster. Ja, gewoon geweldig, hè. Want we stonden gewoon te kijken, wij staan erbij, hè. Tussen de sterrenzaken met een klein sterretje. Ik zeg maar zo, de vreemde eend in de bijt. Het is een hele mooie erkenning voor ons. Een bewijs waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dat we voor de toekomst klaar zijn voor eerlijk eten en lokaal. Thomas startte ruim 10 jaar geleden met biologisch koken, maar wist niet dat er dit jaar ook groene Michelinsterren werden uitgedeeld. Via de livestream van Michelin kreeg Thomas het nieuws te horen. En dat kwam dan ook binnen als een totale verrassing. Dit is het eerste jaar dat Michelin dit uitreikt. En er zijn ook maar 8 restaurants in Nederland bekroond met die groene ster. Dus er is best wel een kritische beoordeling voor nodig. Die groene ster krijg je niet zomaar. Er gaat een aantal jaren vooraf dat je in de gaten wordt gehouden of je wel eerlijk bent en duurzaam. Op welke manier onderscheidt aan de Chute Eind zich dan van andere groene restaurants? Ja, we kijken toch eerst naar de streek, naar het seizoen en daar gaan we mee aan de slag. Als kok zijn is niks mooier dan met je eigen omgeving mooie gerechten te maken en in het seizoen. Gewoon het werk, het slow werk laten doen door de natuur en de boer. Thomas kookt al ruim 24 jaar met streekproducten, maar zijn groene visie gaat veel verder dan alleen het gerecht op je bord. Duurzaamheid wil ook zeggen dat de kleding gemaakt is van recyclemateriaal. De schoenen zijn bij ons gemaakt door mensen met andere kwaliteiten, zou ik het noemen. En afvalsmiddelen moeten biologisch afbreekbaar zijn. En duurzame energie, afval scheiden, no waste, dus niet te veel weggooien in de keuken. Dus een aardappelschillen kun je nog altijd iets maken.